De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, die is er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering ingegaan op aantal vragen van journalisten. U hoort Binnenlandse Zaken minister Bronto Somaharjo. Raj Mahangu legde de volgende beelden vast. Binnenlandse Zaken, met of zonder kiesstelsel, Binnenlandse Zaken toch een taak. Wat zijn de voorbereidingen van Binnenlandse Zaken uit? Nou, we hebben in december hebben we de post-electorale fase afgesloten en nu zijn we overgegaan naar de pre-electorale fase. Natuurlijk zitten we met het verzoek of de uitspraak van het Constitutioneel Hof dat we wat aan de kiesstelsel moeten doen. En daar wachten we op. Wij van Binnenlandse Zaken zijn het uitvoerend orgaan voor het organiseren van de verkiezingen. De minister van Openbare Weg heeft net aangegeven dat hij 30 een nieuwe werkkracht heeft aangenomen. Minister, lukt dat wel binnen jullie budget? Nou, dus dat heeft hij aangenomen. Ik heb hem niet aangenomen, dus die vraag zou je aan hem moeten stellen. Maar wanneer we het hebben over het ambtenarenapparaat, dan hebben we het over het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is een stop geplaatst voor het aantrekken van medewerkers. Misschien heeft collega medewerkers ontslagen, dat hebben we een nieuwe KNM. Dus dat zou je echt aan hem moeten vragen. En hoe staat het met het afgelopen van medewerkers? Dat gaat goed. Er zijn 1000 tot 1100 ambtenaren die de dienst vrijwillig willen verlaten. We hebben vorige week onze uitvoeringsbureau geïnstalleerd. En die uitvoeringsbureau gaat bepalen of de mensen die de dienst vrijwillig willen verlaten, daadwerkelijk de dienst kunnen verlaten. Minister, we hebben recentelijk ook een bericht gehad in de media. Betreft een zaakje van CBB, waar een vrouw dus dan levend haar overlijdensakte mocht zien. Ja, ik heb het gelezen. Ik weet niet of het op waarheid berust, hoor, want ik heb naar de bron gekeken van dat bericht. En het was in ieder geval geen ABC of ATV of APNT. Dus ik weet niet zeker of dat op waarheid berust. Dus laat me dat voor je natrekken. Oké, maar de opschoning is dus dan nog niet... De opschoning gebeurt dagelijks. Er gaan mensen dagelijks dood. Er worden mensen dagelijks geboren. Dus we hebben natuurlijk nu een nieuw systeem dat het verwerken veel makkelijker gaat. Dat is sinds vorige maand zijn alle bureaus aangesloten op het internet. Dankzij Telesuur, dankzij Eagle. Dus nu gaat de verwerking een stuk makkelijker. Minister, we blijven even bij CBB. ID-kaarten, paspoorten. Hoe zit het daarmee? ID-kaarten, het materiaal voor de nieuwe zijn nog niet binnen, maar we hebben een wet laten goedkeuren of de wet herzien dat de oude voorlopig nog geldig zijn en paspoorten zijn er volop, maar er zijn zoveel aanvragen dat we een beetje een achterstand hebben in verwerking. Maar er is genoeg paspoortmateriaal. Dank u. Minister, met betrekking tot het digitaliseren van bepaalde processen, de samenleving vraagt al een tijdje of het treksels niet meer goed uit te brengen, maar dat het digitaal opgestuurd zal worden. In hoeverre is het ministerie bereid deze verandering te bij sommige districten gaat het al. Je kan nu in Nigeria al een geboorteuitreksel vragen zonder helemaal naar Paramaribo af te reizen. Maar om het te kunnen digitaliseren moet je eerst alle brondocumenten kunnen valideren. Zodat je zeker weet dat je de goede uitreksels geeft. Maar dat gaat om 2, 3, 400.000 of 4 miljoen brondocumenten. Dus dat gaat heel veel tijd kosten. Dank u.